De VN-veiligheidsraad heeft unaniem besloten tot nieuwe sancties tegen Noord-Korea vanwege zijn kernwapenprogramma en de kernproef eerder deze maand. De resolutie is wel een afgezwakt compromis. Noord-Korea mag nog maar 2 miljoen vaten olie importeren. Er geldt vanaf nu ook een verbod op de export van textiel uit Noord-Korea en alle lidstaten mogen geen nieuwe werkvergunningen meer geven aan Noord-Koreanen. Dreigen met de Amerikaanse regering wilde strengere sancties, onder meer een olieembargo en het bevriezen van alle financiële tegoeden van leden van de Noord-Koreaanse regering, inclusief de leider Kim Jong-un. China en Rusland zouden daar in de Veiligheidsraad niet mee akkoord gaan. De sancties volgen op de zesde en zwaarste nucleaire test die het regime van Kim Jong-un anderhalve week geleden uitvoerde. Gisteren dreigde Noord-Korea de VS dat het een hoge prijs zal betalen als het blijft vragen om nieuwe sancties in de VN-veiligheidsraad,